Het was de bedoeling dat hij ieder jaar een nummer zou schrijven dat stilstaat bij dodenherdenking. Maar inmiddels heeft de Nijmeegse zanger Maarten Peters een volledig programma waarmee hij door Nederland toert. Met Bevroren Tranen staat hij donderdagavond in Vlaardingen, maar zondag in het Nijmeegse van het Lindehout Museum. Heel mooi museum, het is gerund door Annemarie Jansen en die hebben daar een tentoonstelling. Echt heel mooi, ik heb hem gezien. Ze hebben twee zalen onder in het museum. Aan de ene, en ze proberen dan de oorlog door kinderogen te laten zien. Dus, en die ene zaal is een tentoonstelling van het herinneringscentrum Kamp Westerbork neergestreken. Dat is hoe de kinderen in een kamp zaten. En aan de andere kant, de andere zaal is dan hoe de kinderen van Neerbos de oorlog meemaakten. Nou, ik zie daar toch wel een tendens dat dat er steeds meer ook jongere mensen bij betrokken worden en dat er ook steeds meer op de inhoud wordt ingezet. En dat vind ik toch wel heel belangrijk. En ik zie dat toch wel bij alle grote herdenkingen. Ik sta natuurlijk bij heel veel grote herdenkingen, zie toch ook wel heel veel jonge mensen die er toch ook wel heel erg met de inhoud bezig zijn. Het 102.000 namen lezen, dat gebeurt om de 5 jaar. Op een idee van Ida Vos en het Auschwitz-comité samen met Samenwerking van Westerbork. En dat nummer wat ik heb geschreven duurt altijd, ik zeg dat altijd met een grap, duurt 116 uur. Dan denken mensen, jeetje, hoe gaan we daar naar luisteren? Maar zo lang duurt het voordat je 102.000 namen voorleest.